Nou, we zijn in het Vochteloveen en wat we hier aan het doen zijn is, we zijn het onderhoud aan het plegen aan de faunaschermen. En wat je hier bijvoorbeeld ziet is dat het lek is waar de slangen wel doorheen kunnen. En het is de bedoeling dat het eigenlijk juist dicht is, zodat die slangen uiteindelijk door de passages kunnen, door de faunapassages onder de weg door. Want hier doorheen kunnen ze toch nog op de weg komen en ze moeten eigenlijk niet op de weg komen. Ja, hier is zo'n faunapassage en die beesten, die slangen, die moeten dus eigenlijk langs die rand zo onderdoorgang in. Nou, hier hebben we nieuwe platen voor gezet en dit zijn hele duurzame bouwplaten, zodat die slangen eigenlijk, die komen hier tegenaan en die kunnen niet hoger. Dus die gaan dan langs die randen naar die faunapassages toe waar ze onder de weg door kunnen. Uiteindelijk zouden we heel graag willen dat het gemotoriseerd verkeer van deze weg verdwijnt. En daarvoor zijn we nu in gesprek met gemeente Oostellingwerf om te kijken naar de mogelijkheden.